Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video. Vandaag heb ik een nieuwe Mastercraft variant in mijn inventory staan en gaan we ook met die variant schieten. Want op het moment dat ik naar mijn primary wapens ga en ik ga naar de Vepper XKG, dan heb ik hier bij de Black Market Mastercraft de Vampire Hunter variant staan. Hij ziet er heel, maar ik echt heel erg vet uit, zoals je kan zien. Er zit een doodshoofd op. Er zitten vleugels van een draak op. En voor de rest, ik vind hem er echt heel erg gaaf uitzien. Dus we gaan er vandaag twee potjes mee spelen. Ik ga er geen optic sight op zetten, omdat ik eigenlijk benieuwd ben hoe de iron sight van deze Mastercraft variant is. Maar ik ga er natuurlijk wel attachments op zetten, namelijk de stok, zodat we ingezoomd sneller kunnen lopen. De vestmax, zodat we simpelweg sneller kunnen reloaden. De high caliber, zodat we natuurlijk meer damage doen op de hoofdjes. En nog eens de rapid fire, zodat we simpelweg sneller kunnen schieten. En that is it. We gaan kijken of deze Mastercraft variant er vet uitzien. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als je er zin in hebt, ram natuurlijk zo'n keihard op lijn of zou ik super doof vinden. En op naar het eerste potje. Zij zoals je kan zien helemaal in stijl met de Ajax Specialist. En ik ben echt benieuwd hoe de richtpuntje eruit ziet. Sowieso even naar het wapentje kijken. Ohohohoho. En hoe ziet dat richtpunt eruit? Dit is echt sick. Holy knetter. Oké, dat is wel echt heel erg sick. Alright, we spelen op de map Hacienda. Dus we gaan eens even kijken wat wij hierin kunnen gaan verrichten natuurlijk. Daar is meteen een killetje. Dan ben ik altijd een beetje bang om door te rennen, want ze spannen natuurlijk allemaal hier op die trap. Oh, daar zitten ze ook allemaal. Lekker teammate, pak die laatste ook. Jammer jongen. Zitten er nog twee hier voor me. Ik heb er nog één. Ik heb ook nog een ninebang. Zal ik mijn teammates even helpen? Hey, ze spannen achter ons. Ga ik mijn ninebang helemaal die kant op? Ja, ik heb hem gestunt. Ja, die was perfect. Hij sprong er letterlijk in gewoon. Dat is natuurlijk ook gewoon wat je wil hebben met zo'n ding. Want als ze erin springen, dan heb je natuurlijk weer een paar killetjes erbij. Awesome. Het is wel een beetje afleidend door dat richtpunt, moet ik eerlijk toegeven. Want ik zit terwijl ik aan het schieten ben, zit ik ook naar mijn wapen te kijken. Maar ja, je kan jezelf ook wel voorstellen, als je naar je wapen kijkt, dan zie je die enemy niet meer. Dus het leidt wel echt enorm veel af. Maar ja. Het ziet er ook wel weer echt heel erg gaaf uit. Dus dat het een beetje afleidt vind ik ook weer niet heel erg op die manier. Alleen als je er door dood gaat, dan is het natuurlijk wel weer vervelend. Dus je wil natuurlijk niet doodgaan omdat je naar je wapen aan het kijken bent. Al zal dat wel gaan gebeuren, dat weet ik zeker. Zo, die bleef gewoon doorschieten, joh, die gek. Achter me. Oh, jammer. Ze gebruiken suppressors, de vijanden. Dus ik hoorde dat hij achter me stond. Maar ik had hem natuurlijk niet gezien. Want hij gebruikte een suppressor. Gaan de leiding nog raak? Ja! Oh, let's go, ouwe. Lekker leidingje is dat. Heerlijk leidingje. Dan weet ik nu niet of ze achter me spannen. Ik ga wel het risico nemen. Ik gooi mijn naming gewoon naar beneden. Kijk, ik heb er eentje gestunt. Die... Oh, en ze staan naast me. Oh, ze waren via de andere deur gegaan. Het risico was wel goed dat ik daar mijn naming mee gooide. Want als er niemand was gespannen, was het echt zonde geweest natuurlijk. Alleen ik had niet verwacht dat ze via die andere deur zouden gaan. Dus daardoor had ik er eigenlijk weer niks aan. Even wachten jongens, er komt een mooie granaat namelijk. Dankjewel. Oh mijn god, ze staan er allemaal. Ik ga erin. Nee! Ik ben langzaam gelopen. Hij stond op die trap. Oh, daar ging mijn specialist. Is niet erg. Ik denk dat ze nu achter me spannen ook. Dus ik ga even kijken. Dat is een ja. Dat is een hele volmondige ja zelfs. Gaan, loopt hij door? Hij zit achter dat ding. Ja. Thanks bro. Het duurde even, maar uiteindelijk liep hij wel door. Het is echt een fijn richtpunt dit hoor. Ik vind de normale scope van de Vepper XKG vind ik niet zo fijn. Maar deze scope vind ik wel fijner. Alleen je moet niet naar die skull gaan kijken. En het wapen verandert ook nog eens van camo. Hij wordt nu een beetje witachtig. Want hoe meer kills je maakt, hoe vetter die wordt eigenlijk. Oh, in mijn rug weer. Teammate! Ja, dank je! Ik weet niet waar die vandaan kwam. Hij stond weer in één keer achter me. Ze backriepen wel vaak hoor, deze mensen. Ik ga niet naar boven. Weet je waarom niet? Omdat er blijkbaar hier ook nog één staat. Maar ook omdat ze een war machine hadden. Die ze daar aan het inroepen waren daarboven. Dus ik wilde even niet hier naar boven rennen. Vanwege die war machine. En nu durf ik wel. Oh nee, moet ik weer dat karretje om me krijgen? Moet dat nou weer, jongens? Sta keihard op te wachten daar.
Je kan iemand opwachten, maar je kan ook met z'n drieën iemand opwachten. Zijn niet geraakt, gaan het door. Rennen, maar er stonden er nog twee. Oei. Ze liepen net de hele tijd om en kwamen ze in je rug. Maar nu staan ze letterlijk aan de rechterkant. Staan ze gewoon stil, joh. Ik wist dat die... Oh, er zit er nog één! Ik wist dat er eentje beneden stond, maar er stonden er in één keer twee, joh. Oh, helemaal gek weer. Gaan we Nijmegen gooien. Eén iemand gestunt. Staat alleen... Oh, er staat een barricade daar! Oh, dat is best wel een moeilijk potje dit, hoor. Want ik snap niet precies hoe zij lopen, maar we staan 34-9, dus ik vind het ook helemaal niet erg. Zolang we de kills maar pakken, hè, jongens, dan is alles goed. Karretje pakt er ook een, lekker bezig. Hondje gaat erop af. Ik ga rechts gokken. Let's go! Maar het is ook wel fijn, want ik vind zelf, als ik heel eerlijk mag zeggen, dat je geen reflex sight of zo meer nodig hebt met deze variant. Want dat richtpuntje is van zichzelf gewoon heel erg fijn. Dus dat is natuurlijk wel een pluspuntje die je erbij kan pakken. Want ik heb nu een puntje over om weer bijvoorbeeld een extra attachment aan te zetten. Dus ik vind het echt wel een fijn wapentje gewoon, eerlijk is eerlijk. En hij ziet er ook nog eens dope uit. Alleen je wordt wel afgeleid door, door dat doodshoofd en die vleugels van die draak die erop zitten. Want je gaat er wel weer naar kijken. Omdat het gewoon puur in het midden van je scherm zit. Dus het leidt wel een beetje af. Maar het is wel weer heel erg gaaf. En we spelen natuurlijk ook een tweede game erachteraan. Het tweede game gaat van start op de map Nuketown. Wat ik doe is ik ren meteen Nero naar de trein. En dan scopen we in. En dan wachten we heel eventjes. Er zit er sowieso één achter me, dat weet ik. Er zit er ook al een boven hoor. Hij zit nu al boven joh. Die vent die heeft er sowieso wel zin in dan. Oké, er staat er eentje boven. Eentje nog in de garage. Dus de enemies rennen er ook niet heel erg hard op af. Dat zijn natuurlijk allemaal dingetjes wat je meteen aan het begin opmerkt. En waar je dus ook meteen vanaf het begin op moet letten. Ben ik scheef van me, maar oké. Dus wat ik doe is ik gooi mijn Nijmeg daar. Want ze zullen er vast en zeker nog wel zitten. Ja. Dankjewel, want je killt me ook nog bijna namelijk. Dankjewel. En op de trap. Dankjewel, let's go. Nog eentje boven, nog twee boven zelfs. Zo, ik kwam al schietend het hoekje om zoals je zag. Dat is een klein beetje noob om te doen. Teammate doet hetzelfde, maar ik had ze al. Maar ik moest daar wel, want ik wist dat hij er zat. En hij wist ook dat ik eraan kwam. Dus ik moest daar wel gewoon schietend het hoekje om komen. Ik kon daar letterlijk niks anders doen. En hier ben ik dood. Karretje kwam achter me aan. Helaas, pindakaas. Ik heb wel mijn leidingstrijk, though. 1, 2, 3 op de campspot. En... We hebben alleen de camper. De derde was op de campspot en de enige kill die ik heb was... was de derde. Oh, scheef aim. Oh. Ik ben niet dood. Ik weet het. Oh, ik leef nog. Oh, hij schoot er doorheen. Die was heel scheef van mij, die eerste paar kogels. Dat was mijn fout. Af en toe ben je wel scheef, hè, jongens. Het kan wel eens gebeuren. Ja, die heb ik wel, let's go. Ik heb mijn Nijmeg ook weer. Zo, hij wist dat ik eraan kwam. Oei, we staan zelfs achter, hè. Moet je even nagaan. Ik weet niet precies wat met... team aan het doen is. Maar we worden nu zelfs gespawnkilled, zoals je ziet. Dit is niet een heel makkelijk potje op dit moment, als het zo doorgaat. Ik denk nog wel ook dat er hier eentje boven zit. Ik heb hem gehit. Ik ga hier heel veel boven hoor. Zit er hier nog iemand? Nee, hè? Oké, top. Hij zit achter zijn barricade, joh, die gek. Hij zit gewoon achter zijn barricade, joh. Gelukkig had ik hem, maar ze staan dus echt volledig te campen daar. En ze hebben een UAV, maar ik heb mijn riot shields. Kom maar op. Dan schiet om mijn riot shield wat je wil. Ik ga hem alleen niet zomaar kunnen killen. Helaas voor jullie. Rijd het shield weg. Oh, je moet niet jumpshotten met dit wapen. Zie je dat? Dan gaat het helemaal verkeerd. Dan gaat je richtpunt een beetje alle kanten op. Dus ik moet even stoppen met die jumpshot met dit wapen. Weer op de campspot aan de zijkant natuurlijk. Kijken of hij deze keer weer eraan gaat. En ik gooi hem op mezelf. Jan die een leidingstrijk gebruikt hoor. Oh, ik ben er zo slecht mee ook hè. Moet ik eigenlijk gewoon geen leidingstrijk gebruiken, want ik gooi hem altijd op mezelf op een of andere mysterieuze wijze. Dat is ook mijn tip als je de leidingstrijk aan hebt staan. Kijk uit dat je hem niet op jezelf gooit. Want ik
doe het altijd namelijk. Kiekeboe, vriend. Jammer, jongen. Volgende keer beter. Klimmen we hier heel veel naar boven. Kijken of ze nog zitten te campen. Dat is een ja. Zo. Kiekeboe, jongetjes. Niet met z'n allen in een huisje gaan zitten, hè? Ik heb hem nog. Oh, ik had hem nog. Ik moest die kill er even achteraan pakken, hoor. Ik wist wel dat ik dood zou gaan, maar ik dacht ik wilde killcam hebben. En die heb ik denk ik nu met die kill, zeg maar. Puur omdat ik nog die laatste gast erachteraan pakte. Dus vandaar dat ik er eigenlijk voor ging. Ik wist dat ik dood ging. Maar ik wilde gewoon graag de killcam hebben. Dus ja, niet heel slim, maar ja. We staan weer te campen, hè. Het hoeft niet altijd heel slim te zijn, hè. Oh, jij viezerik. Dat kan ook nog wel eens de killcam zijn, die kills daar. Oh, nice shield. Ik doe altijd één standaard ding als ik een riot shield zie en dat is wegrennen. Oh yes, let's go ouwe. Kijk hem rennen, kijk hem rennen. Ga erachteraan. Ik moet wel eerst mijn wapen reloaden. Oh, ik ging hard, jongen. Holy knetter, ik maakte daar veel kills. Ik was ook de enige van mijn team die überhaupt kills daar pakte. Maar dat ging even beast, joh. Zo. Die was lekker, joh. Nog één keer moeten worden gemaakt. Nou, leiding pakken maar. Dankjewel. En dan staan we 52-9 in een Team Deathmatch potje tot de 75. Holy knetter, ouwe. En ik heb de killcam, ja, met mijn riot shield hier. Oh, yo. Ik ging echt beest daar op een gegeven moment, joh. Ik bleef ze maar killen, joh. Dat was echt gekke werk. Maar je ziet het, jongens. Het is een hele, hele vette Massacre variant. Mocht je hem willen krijgen, dan is er maar één manier mogelijk. En dat is door hem te kopen voor 1000 codpoints. Is best wel veel voor alleen maar een Massacre variant. Maar ja, vind je het waard? Dan moet je natuurlijk zelf weten of je hem haalt, ja of nee. Ik dacht, ik laat jullie wel eventjes het hele wapen zien, zodat je voor jezelf natuurlijk een beslissing kan maken. Maar ik vind het persoonlijk echt heel, heel erg gaaf. Maar het is wel 1000 codpoints. Dus dat is natuurlijk wel een minpuntje. Maar ja, het is niet anders. Ik kan het ook niet veranderen, helaas. Dus mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zo'n skyrim op lijn op zak. Super, super doof vinden. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk natuurlijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.